Ja, oké. Okay. Hoi, ik ben Pieter. Leuk dat je kijkt. Vanochtend hebben we onze jaarcijfers bekendgemaakt en dit is... Daphne en ik ben de geldbaas bij Kobloe. De geldbaas van Kobloe. En zoals gezegd, vanochtend hebben we ons jaarverslag gepubliceerd. En vandaag de kans aan iedereen die het leuk vindt om te doen, om vragen te stellen aan ons. En Daphne heeft hier allemaal vragen die ze binnenkrijgt. Zeker. We zijn al een brandlos. We zijn al een tijdje open. En ik zag meteen een vraag van Arno binnenkomen, Pieter. Niet speciaal voor jou. Want hij zegt, je bent vast heel erg trots. Maar de vraag is, waar ben je nou echt enorm trots op? Op veel dingen. Maar het allermooiste, denk ik, van het afgelopen jaar... ondanks dat het misschien in cijfers niet heel spectaculair is... is de toegenomen klanttevredenheid. En dat klinkt misschien als een beetje... Ja. Als een beetje suf dat ik dat noem. Maar... Bij Kobloe proberen we alles te doen voor zo hoog mogelijk klanttevredenheid. Die meten wij middels de NPS, de zogenaamde aanbevelingsintentie van onze klanten. En die is altijd al heel hoog geweest. Maar afgelopen jaar zijn we desondanks in staat geweest om, ondanks de hele grote groei, dat nog verder te verhogen. En als je weet hoe moeilijk dat is om dan met 3.500 mensen elke dag een beetje beter te krijgen, dan ben ik daar eigenlijk echt ongelooflijk trots op dat het wederom gelukt is. Dus dat. Mooi antwoord voor Arno. En het mooie is dat we dan misschien meteen wel kunnen doorpakken voor Alec. Want die zegt, hoe kunnen we nou in 2018 de NPS nog hoger krijgen? Goeie vraag. Nou, dat zit in heel veel kleine dingen. Om een aanbevelingsintentie hoger te krijgen, dat gaat niet over, of niet alleen over klanttevredenheid, maar nog één stapje verder dan dat. Dus oftewel, je moet eerst de klant blij maken. Maar je moet eigenlijk meer doen dat je moet die verwachting die de klant heeft overtreffen, zodat hij niet alleen blij is, maar ook andere mensen erover gaat vertellen. En dat betekent dat je heel goed in kaart moet brengen wat de verwachting in eerste instantie is van de klant, om een klant blij te maken. En zodra je die verwachting kunt overtreffen, nou, dan kun je hem dus nog blij maken. En wat betekent dat concreet? Nou, dan moet je vaak heel diep afdalen in de klantreis. Dat gaat misschien niet op Kobloe niveau, maar dat gaat misschien wel op producttype niveau. Bijvoorbeeld één ding. Mag ik vertellen over de televisiebezorgstaat? Ik zou het doen. Ja? Oké, top. Dit is het moment. Dit is het moment. Volgende maand gaan we starten met iets nieuws bij Kobloe. Vorig jaar zijn we heel hard gegroeid met de witgoedbezorgstraat. Maar vanaf volgende maand gaan we starten met onze televisiebezorgstraat. Oftewel, wat gaan we doen? We gaan televisies niet alleen bezorgen bij klanten, oftewel tot aan de voordeur. Nee, we gaan daadwerkelijk ook televisies in huis brengen bij klanten. Ook daadwerkelijk installeren. En dat is heel erg... prettig, want televisies zijn heel erg groot. En je kunt die wel leuk bij de voordeur afleveren bij klanten, maar daar worden ze niet bijzonder blij van. En wij willen natuurlijk altijd klanten bijzonder blij maken. En dat is iets dat klinkt nu als heel futiel, dat zijn alleen maar televisiebezorgen. Maar geloof me, we hebben het hier over een proces met tientallen busjes, honderden bezorgers en iets waarmee we eind dit jaar heel groots klaar zullen zijn, denk ik, in heel Nederland en België. Zeker. En we weten natuurlijk ook gewoon dat televisies gewoon nog veel te verbeteren is op de NPS. Klopt, is ook zo. Ja. Zeker. Mooi. Karel wil graag weten of wij Frans spreken. Nou, je spreekt vloeiend Nederlands, zoals je net laat blijken, maar spreek je ook Frans? Het eerlijke antwoord is, ik denk dat als mijn leraar Frans van het VWO, Monsieur Oosterbrink, zou kijken, zou ik niet geloven dat we nu in het Frans... volgens mij heb ik nog nooit hoger dan een 4 gehaald voor Frans. Dus ja. Het eerlijke antwoord is niet zo heel erg veel. Oké. Een petit peu. Zelfs dat niet. Oh, oké. Nou, dan slaan we dat gewoon over. Frank die vraagt dan wel, zijn er verdere expansiemogelijkheden in de toekomst in Europa? Duitsland is er helemaal klaar voor, kan hij zeggen. Maar roep maar wat je nodig hebt, roept hij erachteraan. Maar wat vinden wij van Duitsland? Duitsland is vooral heel erg groot. Ja. En heel erg Duits. Een van de manieren waarop we natuurlijk ons onderscheidend vermogen opbouwen is natuurlijk onze fysieke klantreis, het zij de bezorging, het zij de fysieke winkels. Dus een ander land betreden, dat heeft best wel veel voeten in de aarde. Het gaat veel verder dan alleen een website vertalen in een andere taal. Dus of we nou volgend jaar al meteen Duitsland, wat is ook ongeveer het grootste land van Europa, binnen zullen gaan, dat denk ik eerlijk gezegd nog niet. Maar zijn we er hard over nadenken en over aan het dromen? Ja, zeker wel. Alleen komend jaar nog niet. Ja. En ik denk dat we natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen dat er in Nederland ook nog heel veel mensen zijn die de Nederlandse taal niet allemaal spreken. Ja, dat is een goed punt. Kijk, meertaligheid is natuurlijk wel voorwaardelijk voor verdere geografische differentiatie, zoals het mooi heet. Maar ook in Nederland en België zijn natuurlijk zat mensen die niet zo heel goed Nederlands en of Frans spreken. En misschien zou het wel een heel goed idee zijn om onze website ook in het Engels te gaan vertalen. Sowieso voor onze 250 eigen developers. Eigen developers die veelal Engelstalig zijn. Dus dat is sowieso een goed idee. Ja.
Jordi wil helemaal terug naar het begin. Of wil je nog iets kwijt? Het begin? Ja, Jordi wil terug naar het begin. Hoe begin je een bedrijf zoals Coolblue? Nou, hoe begin je een bedrijf als Coolblue? Dat weet ik niet. Ik weet wel hoe we ooit Coolblue begonnen zijn. En het, ja, het eerlijke antwoord is, dat was in de kroeg. Met misschien een biertje te veel. En toen hebben we gewoon besloten dat het hoog tijd was. Dat was in 1999 om een bedrijf te starten. En toen hebben we daar een plan op gemaakt, de grootte van een business, van een bierveeltje. En dat is wat we toen gaan doen zijn. En ik denk eigenlijk de eerste stap die je moet gaan doen om een bedrijf te starten, het vooral ook gewoon doen is. Oftewel, niet blijven hangen in plannenmakerij, maar het ook echt daadwerkelijk gaan doen. De mooiste bedrijven zijn helaas nooit gestart, omdat ze nooit gestart zijn. Mooi antwoord. Hoe gaat het met onze nieuwe machine van 200 meter lang? We hebben natuurlijk enige tijd terug een filmpje laten zien van de nieuwe inpakmachine. Ik denk tenminste dat het daarover gaat. Hoe het gaat met de nieuwe machine van 200 meter lang? Nou, hij is nog steeds net zo lang. De filmpjes die zijn denk ik wel veel gezien op het internet. Ja. Het is een enorm apparaat, een zogenaamde dozenprinter. Die print precies doosjes op maat voor de producten die we versturen. Daar zijn we heel erg blij mee. En dat zorgt er ook voor dat er veel meer doosjes in een busje passen. Wat weer zorgt voor een stukje efficiency, een stukje meer vriendelijkheid. Dus dat is heel erg fijn. Zeker. En ik denk dat dat heel goed aansluit op de vraag van René. Want die vraagt, hoe gaan eigenlijk Coolblue en MVO samen? Coolblue en MVO samen. MVO is natuurlijk een mooi acroniem voor dingen doen zoals het hoort. Als we dan met name even naar gewoon groen kijken. Ja. We houden bij Coolblue gewoon doen, dus het woordgrap is dan gewoon groen. Daar hebben we best wel grote stappen mee gemaakt afgelopen jaar. Zowel op de website, waarmee we klanten steeds beter helpen met het maken van een groene keuze. Dat maakt nogal uit als je marktleider bent in witgoed. Betekent dus ook dat je de meeste witgoedapparaten van Nederland verkoopt. En witgoedapparaten zijn de grootste stroomverbruikers in de Nederlandse huishoudens. Zoals je consumenten dan ook nog eens helpt met het maken van een groenere keuze erin. Daar zit daar extreem veel leverage in het stroomverbruik. Niet alleen van Coolblue zelf, maar van heel Nederland. Dus dat is een belangrijk ding. Ja, vergeet niet, we nemen die oude ook nog eens even gewoon mee. Ja, hè? Dat is de tweede. Ja. We zijn ook de grootste witgoedinnamepartij van Nederland. En dat vervolgens heel goed milieuvriendelijk verwerken. De derde is dat we enorme slagen hebben gemaakt in efficiënte distributie van witgoed met Coolblue Bezorgd. En natuurlijk, je noemt hem net al, hij heeft niet echt een naam nog, die inpakmachine, maar een enorme pakketjesinpakmachine die ervoor zorgt dat we veel minder lucht versturen door Nederland. En dat is natuurlijk, ja, inherent eraan is dat een stuk efficiënter en milieuvriendelijker is. Dat is echt super vet. Ik was gisteren nog in het magazijn en dan zie je gewoon een trailer die gewoon echt afgeladen vol staat. In plaats van al die lucht die gewoon de wereld ingaat. Dus, echt een vet ding. Dus René, ik denk dat dat een lang, maar toch ook duidelijk antwoord is op jouw vraag Coolblue en MVO. Mooi. Inge die stelt de vraag waarom wij zo hard investeren in Coolblue Bezorgd. Nou, heel makkelijk. Wij doen bij Coolblue eigenlijk nooit dingen zomaar. We meten dingen heel goed door. En wat we meten aan Coolblue Bezorgd zijn eigenlijk een paar dingen. Het eerste is dat het klanten ongelooflijk blij maakt. Het tweede is, wanneer klanten ongelooflijk blij gemaakt zijn met Coolblue Bezorgd, ze daarna ook veel meer andere spullen bij Coolblue gaan kopen. Oftewel, als je een wasmachine hebt gekocht bij Coolblue en die wordt bezorgd via Coolblue Bezorgd, dan ga je daarna ook al je Apple spulletjes bij Coolblue kopen. Oftewel, het is een ontzettend goed idee om zelf wasmachines en andere witgoederen bij Coolblue zelf te bezorgen. En we raven het net al aan, de tv's bijvoorbeeld zouden daar mooi de volgende stap op kunnen zijn. Robert stelt een interessante vraag. Wat vind je van het nieuws, van de nieuwsoutlets die koppen schrijven als Coolblue groeit minder hard? Vindt zelf 38% op naar 1,2 miljard toch best wel goed? Dankjewel Robert, maar Piet, wat vind jij ervan? Ik zit ook met veel verbazing te kijken. Als je grafiek maakt van die groei, dat is letterlijk die hockeystick. In absolute zin is het met afstand de grootste groeiklap die we ooit hebben gemaakt. Ja, ik denk dat journalisten beter kunnen schrijven dan rekenen. Dat is het eerlijke en misschien niet zo heel erg aardig antwoord, maar ja, dan moet je maar iets anders opschrijven. Nou, ik denk een fair point. Ja. We praten over ruim 300 miljoen volgens mij. Dus, ja. Rick, die vraagt wanneer wij gedetailleerde tracking gaan aanbieden. Dus het pakketje wordt nu ingepakt, het pakketje wordt nu geknuffeld, het pakketje is naar PostNL. Ga zo maar door. Ja, tracking is notificatie en tracking is, het gaat hand in hand samen. Aan de ene kant wil je zo gedetailleerd mogelijk informatie kunnen bieden aan consumenten, wat de exacte status is op heel granulair niveau van het pakketje. Alleen tegelijkertijd wil je ze niet van echt ieder tussenstapje
op de hoogte brengen, want dan wordt het gewoon irritant en dan voelen mensen zich alsof ze gespamd worden met de status van een pakketje. Dus dat is een heel dun lijntje wat we meten en wat we daarover transparant dan wel actief communiceren aan klanten. Op dit moment zijn er tussen het moment van bestellen en het moment van aankomst bij een klant, wat vaak minder dan 24 uur is, een stuk of 4 tot 6 contactmomenten. Ja. En dat vinden sommige klanten eigenlijk al te veel. Dus wij worstelen daar nog een beetje mee. Maar ik sluit niet uit dat we daar best wel slimme dingen voor aan het voorbereiden zijn om dat verder te verbeteren. Maar dat is misschien een van de vele nieuwe geitjes, geen vieze geitjes, nieuwe geitjes voor komende jaar. Mooi. Hele leuke vraag van Stefan. We hebben dit jaar de iOS-app gelanceerd. Ik denk dat Stefan een Samsung-telefoon heeft, ja, want die wil weten waar die komt nou. Die Android-app. Nou, dat, laat ik allereerst zeggen, we zijn niet bepaald de snelste geweest met de introductie van de app. Ja, oké, dat mag gezegd worden. Desondanks, hij is gelanceerd afgelopen jaar en niet zonder succes. Het gaat echt heel erg goed met de app. Heel veel mensen zijn heel blij mee, wordt heel veel gebruikt. Dat betekent dat we op dit moment ook ontzettend hard aan het bouwen zijn voor de Android-app. Ik heb al beta's in het werk gezien. Ik denk dat die in juni helemaal kant-en-klaar af is om uit te rollen over heel de Benelux. Dan kan in ieder geval Stefan als een zomer aankomen. En dat is inderdaad nog steeds rijkelijk laat. Sorry daarvoor, Stefan. Maar hij wordt wel gaaf. Mooi. Maarten is heel benieuwd waar het pakketje van 1 miljard is afgeleverd. Was er een pakketje van... Ja, natuurlijk was er een pakketje van 1 miljard. Waar is die afgeleverd? Ja, ik weet niet. Bij een van onze vele lieve, trouwe klanten, denk ik. Het is wel leuk om een keer uit te zoeken. Ja. Gaan we doen. Welke trainingen volgt het telefonisch ondersteunend personeel? Anders vindt ze namelijk enorm goed. Welke trainingen? Ja, ik denk dat het gaat hier over de klantenservice. Ja, dat is een veelvoud aan trainingen. Met name on the job. Het zijn met name Coolblue-specifieke trainingen. En we monitoren ook heel veel aan de klanttevredenheid van onze klantenservice medewerkers. En we proberen ze daar dan ook inhoudelijk vervolgens op te coachen. Dus dat is ik ben met je eens, ze zijn heel erg goed en het zit ook best een heel complex proces achter om zo'n grote groep mensen zo goed te krijgen aan onze klantenservice kanalen. Het is niet per se dat ik nog zeg een zwemdiploma A, B en C. Het is een complexer geheel van managementmiddelen om dat goed te krijgen. Maar in-house trainingen, daar komt het eigenlijk neer. Een stukje totale mindset uiteindelijk. Klopt. Die we cultuur, allemaal bij komen. Ja, ja, doorselecteren, aanbeleid. En het interessante dan is denk dat wij de klantenservice ook gewoon hier bij ons op kantoor hebben zitten. Iedereen kan er naartoe lopen, is heel tastbaar. Misschien wel de belangrijkste afdeling van het hele bedrijf. In ieder geval met het mooiste uitzicht. Dat zeker. Hoe is de naam Coolblue ontstaan? Ja, dat is een best vaak voorkomende vraag. Uiteindelijk zijn er twee antwoorden op die eigenlijk allebei wel een beetje waar zijn. A, we zochten, omdat we toen de tijd eerst MP3-man later PDA-shop hadden, zochten we een zo nietszeggend mogelijke naam. Omdat we ook een fysieke winkel hadden en wilden naar België toe. Dus we wilden niet iets met shop.nl. Nou, als je iets zo nietszeggend mogelijk wil maken, dan wordt er heel gauw een temperatuur en een kleur. En dus toen kwam Coolblue uit, omdat we blauw wel mooi vonden. Een ander verhaal is dat er toen wij begonnen in Amsterdam een bedrijf was dat heette Hot Orange. En wij vonden dat wij iets anders aan het bouwen waren dan dat. Misschien wel 180 graden iets anders. En het tegenovergestelde van Hot Orange is Coolblue. En daarom hebben we nu wel een oranje logo, maar we heten Coolblue. Dat is het hele antwoord. Mooi. Dan heb ik nog een tip voor Roel. Roel wil graag weten of hij ook deze mokken kan verkrijgen. Op de Coolblue Fanshop zijn ze, maar we zullen er wel eentje toesturen naar Roel. Ja. Dus Roel, hij komt eraan. Stuur me even een duidelijk message, dan komt het goed. Ja. Even nu zijn er nog 80 mensen. Ja, ik ook. Ja, precies. Roel de Jong, we hebben het genoteerd. Alleen Roel. Even kijken. Ewout wil graag een rondleiding door ons kantoormagazijn. Kan dat? Ja, daar hebben we een rondje van de zaak voor. Dan kun je 2 keer per week, is het geloof ik momenteel, kun je rondlijnen krijgen door het leukste kantoor van Nederland, het Coolblue hoofdkantoor. Het is alleen wel vaak best wel lang van tevoren al volgeboekt. Dus het kan zijn dat je enkele weken moet wachten voordat je aan de beurt bent, maar dat kun je gewoon vooropgeven ergens op coolblue.nl. Frank die is heel benieuwd of wij plannen hebben voor een beursgang. Nee. Nou, duidelijk antwoord, Frank.
Tijdens de persopening van de prachtige winkel in Den Haag, dankjewel daarvoor, hebben we het over een kerstboom in Den Haag gehad. Oeh, daar gaan we. Daar gaan we. Hoe zit het met die plannen? Nou, het is al lang geen december. Voor de mensen uit Rotterdam, die weten wellicht dat we op het Rotterdam Centraal Stationplein altijd ieder jaar een hele mooie, hele grote kerstboom sponsoren met een paar kleine koebloepakketjes eronder. Misschien is dat wel een heel goed idee om dat in Den Haag Centraal, dat stationsplein, ook te doen. Al weet ik wel dat op dit moment daar heel erg veel gebouwd wordt. Dus wie weet, als de gemeente Den Haag het ook een goed idee vindt en we kunnen een mooi plekje vinden voor de boom, dan is dat misschien gewoon best wel een heel goed idee. Een soort van to be continued. Exact, ja. Welke ruimte in een bedrijf is bij ons het populairst om in te werken? Maar misschien kan ik dan beter draaien naar welke ruimte is voor jou het populairst? Wat is de meest populaire ruimte om in te werken? Dat is een andere vraag, maar wat is de leukste vergaderkamer? De meest populaire ruimte om in te werken is, denk ik, de kantine. Ja? Ja, daar zitten de meeste mensen te werken. Ja, dat is uiteindelijk... Dat is de populairste waar de meeste mensen het liefst gebruik van maken, toch? Ja, anderzijds... Iets met koffiebroodjes, cookies, noem maar op. Ja, toch? Zeker waar, zeker waar. Ook dat meten we, maar ik heb hem inderdaad niet helemaal paraat. Maar welke vergaderkamer zouden we ook kunnen... Ja, dat meten we ook tegenwoordig. Ja, dat is grappig. Dat meten we ook. Ja, ja, mooi. Vrijdagmiddag om 4 uur, for some reason, niet zo populair. Ja, precies. Okay. Ralf, die is benieuwd of wij nog hulpbazen zoeken om naar de 1,5 miljard toe te gaan. Hulpbazen? Ja. Jij bent waarschijnlijk de vacature hulpbaas, die hebben we volgens mij niet openstaan. We hebben wel heel veel vacatures. We werken bij Koebloe.nl en werken bij Koebloe.be. Zie je heel veel vacatures openstaan. Misschien niet die van hulpbaas, maar een heleboel andere basisfuncties staan er zeker wel. En neem gerust te kijken. We zijn op zoek naar vele tientallen, zo niet honderden mensen nog komend jaar. Dus kijk gerust. Anne heeft ons net een paar keer horen praten over bezorging van tv's, bezorging van witgoed. En die stelt eigenlijk denk ik een hele goede vraag. Hebben wij niet de ambitie om gewoon een allround pakketbezorger te worden? En ik denk dat het antwoord daar redelijk simpel op is, maar nee. Maar misschien wil je er nog wat ook meer... Ook niet als we later groot zijn? Als we later groot zijn. Hele kleine pakketjes? Ik zou niet a priori nee zeggen. Maar het is ook niet iets waar we nu morgen mee bezig zijn. Nee, maar het punt wat je moet hebben om pakketjes, kleine pakketjes succesvol te bezorgen bij klanten, is dat je een hele hoge stopdichtheid moet hebben. Anders wordt het gewoon simpelweg te duur. Dus als we later groot zijn, dan zou ik het wel tof vinden om dat gewoon met echte Koebloers te doen. En met een glimlach en alles wat erbij komt. Ja. En met die traceability die eerder genoemd werd. Dus dat, nou, ja. Als we later echt groot zijn. Echt heel groot. Ja. Wat is onze visie op content marketing, is de vraag van Carmen. Oeh, dat vind ik altijd zo'n vies woord. Dat zijn namelijk twee woorden die allebei niet heel helder geformuleerd, gedefinieerd zijn, namelijk content en marketing. En dan klakken we die op elkaar en dan wordt het altijd helemaal ingewikkeld. Wat bedoelen we daar precies mee? Dus mijn visie erop is dat het een beetje een vervuild containerbegrip is, content marketing. En daar hou ik niets van. Dat is ongetwijfeld het antwoord waar ze niet op zat te wachten. Dan noemen we content en marketing vaag, maar dit is ook een beetje vaag hoor. Ja, ja. Dus misschien sorry kan Carmen. Misschien kan het iets concreter, ik weet het niet. Ja, misschien komt Carmen zo nog terug. Maaike is heel benieuwd wat voor jou als ondernemer een valkuil is geweest. Een valkuil? Ja. Ik denk... Nou ja, we hebben het hier wel eens eerder over gehad. En volgens mij, doordat we hele kleine stapjes zetten, ja, maar dan zijn is dat, er ook niet ja, zo... Maar dat wil, kijk, ja. Ze willen altijd horen van hoe je dan gevallen bent en hoe je dan daaruit op... Hoe je oprees. Uiteindelijk zijn het kleine stapjes, dus dan val je nooit... Dus het is hooguit een valkuiltje. Ja. En wat is dan het valkuiltje? Dat is... noem je een val... help eens. Ja. I don't know, dat je af en toe veel praat. Dat te veel praat, oké, okay, nou dankjewel hè. Nee. Dat is koffie drink. Ja, precies. Nee, ja, ik weet niet. Ja, nee, dat ik ben geen ondernemer. Nee, okay. Hebben wij de laagste prijsgarantie? Nee. Nee. Zijn er nog nieuwe productgroepen die er binnenkort aankomen, is de vraag van Rob. Ja, we zijn continu aan het kijken naar welke productgroepen er nog bij het assortiment van Koebloe zouden passen. En dat betekent dat er ook continu nieuwe productgroepen aangeklikt worden. Alleen, als we dat aankondigen, dan is het altijd weer opnieuw een aankondigingetje. Dus dat gaan we dan nu maar niet vertellen, welke dat gaat worden. Okay. Maar
verwacht niet dat we nou in één keer auto's gaan verkopen of verzekeringen of wat dan ook. Het zit allemaal aanpalend aan hetgeen wat we nu doen. Ik zie een hele mooie vraag binnenkomen van Lies. Wat doe jij op donderdagavond? Kijk je dan Wie is de Mol? Nee. Nee? Oh ja. Lies, dan is de waarde van dit antwoord waarschijnlijk heel beperkt. Maar wie is de Mol? Jan, Ruben of Olsay? Ik zou niet eens weten wie dat zijn. Dus. Ja. Kies er maar één. Ik weet het niet. Oh, nou, sorry Lies. Je zult er echt zelf een eigen Wie is de Mol moeten kiezen. Is straks Amazon een concurrent van Coolblue? Is straks? Nee, nu al. Ja. Nu al. Er zijn genoeg Nederlanders die ook bij Amazon bestellen. Tuurlijk, dat doe ik ook wel eens. Ja. Hoe kijkt Coolblue naar same-day delivery? Interessante vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Same-day delivery is op zich een hele interessante propositie wanneer je het nodig hebt. Alleen, wat mensen onvoldoende beseffen, denk ik, is dat ongeveer de helft van de bestellingen die binnenkomen op een dag, die komen eigenlijk pas na 6:00 PM binnen. Dus uiteindelijk heb je het dan, om dat echt heel relevant te maken, over een same-evening delivery. En als je het niet hebt over een same-evening delivery, maar echt over same-day, dan moet je zo kijken tussen 's middags en waar ben je dan 's avonds? Is het nog op hetzelfde punt of ben je dan van je woon naar je werk of andersom verplaatst? Kortom, same-day delivery kan heel relevant zijn. Wat nog relevanter is, is dat je überhaupt klanten veel beter controle geeft over het wanneer en waar van het pakketje af te leveren. En wanneer kan dus bijvoorbeeld heel snel zijn, maar vooral ook heel precies zijn. Zodat daarmee de tijdtransactie die een klant moet investeren in het ontvangen van het pakketje eigenlijk geminimaliseerd wordt. Dus same day is super interessant. Supersnelle levering kan ook nog wel eens heel interessant zijn. Oftewel dat je, net als met een pizza, je zegt nu bestellen, over een uurtje al in huis. Ja. Maar ja. Dan, dat werkt natuurlijk niet in hele kleine plaatsen, maar theoretisch zou je erover na kunnen denken. Ja. Nou, en ik denk dat het feitelijk ook in de buurt van winkels? In de buurt van winkels. En ik denk dat het feitelijk tijdvak ook wel een hele prettig is. Als ik mezelf kijk, zou ik dan begin van de dag voor het werk, het eind van de dag, komt wel lekker uit. Maar gedurende de dag, ja, doe ik de deur niet open. Nou, uiteindelijk kan het met een pizza ook, of met een pokeball. Dus waarom zou het met een iPhone niet kunnen? Kan ik stage lopen bij jullie? Adriaan, moet je even kijken op de werken bij Coolblue site? En dan gaan we je daar verder helpen. Ja. Meten wij ook de NPS van het eigen personeel? Vraagt Juri. We hebben het er net al even over gehad. Bij klantenservice meten we in ieder geval ook van onze klantenservice medewerkers de NPS. Je bedoelt de ENPS, bedoelt hij waarschijnlijk. Dus de medewerkerstevredenheid. Staat er niet, maar dat zou ook een vraag kunnen zijn. Ja, die meten we heel expliciet niet. Ja. Want een van de cultuurwaarden van Coolblue is vrienden. Dus, en open, eerlijk en direct. Dus wat wij veel meer in geloven is een directe dialoog van hoe vind je het bij? En dat dan niet terugbrengen tot een 10-punt schaal of een 5-punt schaal. Dat eerste heeft namelijk ook alleen zin, of te beter gezegd, het kwantitatief benaderen van, dus met puur getal heeft alleen zin als de dataset extreem groot is. Anders is het uiteindelijk data lucy. Dus als het de populatie klein genoeg is, kiezen we er veel liever voor om de directe dialoog, het kwalitatieve onderzoek te doen. En als het gaat om medewerkerstevredenheid, kiezen we vooral de kwalitatieve approach, oftewel die van directe dialoog of open vragen beantwoorden. Maar niet die van ENPS. Dankjewel. Ik ben best wel nieuwsgierig of Coolblue het bezorgen met een drone als toekomst ziet. Dus de vraag van Roy. Nee. Duidelijk. Dan. Kijk, we wonen in een van de drugsbevolkte gebieden ter wereld. En de meeste mensen daar binnen ook nog in een drugbevolkte stad. Een stad die helemaal vol vliegt met drones, daar zijn we echt nog een paar jaar vandaan voordat dat echt een goed idee gaat worden. Ja. Mocht je nou in de Amerikaanse prairie wonen, dat je dichtstbijzijnde buurman op 20 kilometer afstand, daar kan ik me zeker wel iets bij voorstellen. Ja. Maar dat. Ja. We zijn geografisch dens, laat me zo noemen. Ja. Hoe ziet jouw gemiddelde dag eruit, Pieter? Jolanda is daar erg benieuwd naar. Nou, geen enige dag is gemiddeld, helaas. Maar het begint eigenlijk altijd precies hetzelfde. Het begint om 7:15 gaat de wekker. Om 7:30 wordt er aangebeld door Kelvin, mijn trainer, dan gaan we sporten. Om 8:30 is dat klaar, dan eet ik een groene smoothie, dan ga ik douchen. Dan om 9:30 eerste meeting, 10:00 eerste demo, 10:30 tweede demo. Dan een paar externe afspraken en dan een beetje wat de Pietermanager bedacht heeft voor de rest van de dag. Meestal gemiddeld 14 afspraken. En hopelijk mag ik nog een keer naar huis. Daar kom ik mee.
Jeremy is erg benieuwd of wij, net zoals dat Amazon dat met de Alexa doet, of wij van plan zijn om een soort Coolblue tech-product uit te brengen. Nee, maar wat er natuurlijk aan het komen is met wat men noemt met conversational, oftewel de dialoog aangaan via voice recognition met klanten, daar zijn we wel degelijk over aan het nadenken. En daar zitten natuurlijk heel veel hele interessante mogelijkheden. We gaan er niet zelf een product voor ontwikkelen. Ja. Nou, ik denk dat onze klantenservice Yamuda natuurlijk al een mooi voorbeeld is, waarbij je praat dan weliswaar niet, maar nou, je stelt een vraag. Als wij een beslissing nemen, waar moeten we voor ons dan aan voldoen? Welke dingen vinden we daarin niet bij Coolblue horen? Dus laten we beginnen met de eerste vraag. Als wij een beslissing moeten nemen, waar moeten we dan aan voldoen? Ik denk dat het eigenlijk gewoon weer heel simpel terugkomt op het aloude NPS en EBITDA. Wordt altijd meegewogen in onze beslissing. Het moet klantenlijn maken, het moet commercieel zin hebben, het moet passen bij de cultuur. En idealiter moeten er datapuntjes onder liggen. Dus oftewel zijn er gewoon getallen bij te vinden, te meten, te onderzoeken. En wat heel belangrijk is, is hoe klein kunnen we de beslissing idealiter maken? Dus oftewel, als we grote beslissingen maken, kunnen we de beslissing ook kleiner maken. Kunnen we eerst een test doen, of een probeersel, of een pretotype, of een prototype, of een onderzoekje. Om steeds meer zekerheid op te bouwen eigenlijk rondom het nemen van een steeds grotere beslissing. Ja. En een grote beslissing noemen we een steeds impactvollere beslissing, met ook steeds grotere lead time. Want we zijn namelijk onwijs bang voor die valkuilen. We willen nooit valkuilen, we willen alleen maar valkuiltjes in. Nou, ik denk een heel mooi voorbeeld daarvan is de reparatiestraat die wij afgelopen jaar ook hebben neergezet. Waarbij we eigenlijk begonnen zijn heel klein, gewoon met hier op kantoor vragen aan collega's. Heb je een telefoon waarvan het schermpje kapot is? Ja. Even gaan maken, kijken waar je tegenaan loopt. Vervolgens dat geprobeerd in de winkel in Eindhoven. Dat liep heel goed, er kwamen een paar mensen per dag. En nu hebben we een hele eigen reparatiestraat in de winkel in Den Haag. Vanaf komende maand in Amsterdam. En dan zullen we vanaf daar zullen we langzaam weer gaan doorrollen. Ik zit te denken in hetzelfde licht. Zo zijn we denk ik 2,5 jaar geleden ook een keer gewoon begonnen met het keer bezorgen gewoon van de wasmachine. We zijn gewoon naar Van het Hart autoverhuur gegaan op de Korte Kade in Rotterdam. We hebben een witte bus gehuurd en hebben gewoon eens geprobeerd. Waar loop je nou tegenaan als je een wasmachine gaat bezorgen? En inmiddels bezorgen we denk ik zo'n 30-35% van alle wasmachines in de Benelux. Dus dat kan dan ook heel snel gaan, mits je maar heel klein begint. Ja. Toch? Ja. Nee, ik denk een mooi voorbeeld ook. Waarom verkoopt Coolblue nog geen cadeaubonnen in fysieke winkels? Zit het er niet aan te komen of nog nooit aan gedacht? Goeie vraag, Björn. Ja, natuurlijk hebben we er wel aan gedacht. Het zit er ook aan te komen. Het is alleen, moeten best een paar technische hoepels door om dat mogelijk te maken. En op dit moment zijn we met andere technische challenging projecten bezig waarvan we denken dat ze meer op zullen leveren in klanttevredenheid en EBITDA bijdragen dan het aanbieden van fysieke cadeaubonnen. Maar we gaan het zeker een keertje doen. We gaan het zeker doen. We zijn er niet tegen of zo. Nee. Zou wel vet zijn. Ja. Zeker. Ja. Dan, wat is jullie toekomstvisie op online prijsvergelijking? En dan moet ik er meteen bij zeggen, jij gaat de laatste vraag worden. Is het zo? Ja, hij wordt de laatste vraag. Oké. Nou, ja. Gaat snel. Heel snel. Ja. Weet je nog wat de vraag was? De toekomstvisie online op online prijsvergelijken. Ja. Als we natuurlijk de prijsvergelijking kijken, online versus offline, daar kun je al mee beginnen. Offline moet je al die winkeltjes af om te kijken wat het verschil is. Ja. Online kun je heel veel dingetjes zien van elkaar. Ik denk dat ik nog een cynische erover ben. Kijk, in het verleden was het zo dat prijsvergelijkers waarde konden toevoegen doordat ze prijsverschillen in kaart konden brengen. Tegenwoordig zijn alle wat serieuzere webwinkels hebben allemaal tooling om elkaars prijzen in de gaten te houden. En op het moment dat eentje beweegt in de prijs, beweegt de andere automatisch mee, en prijs weer de volgende weer. Dus oftewel, prijsstelling is een heel snel muterend ding waarbij iedereen elkaar heel precies in de gaten houdt. Dat betekent dus ook dat de relatieve prijsverschillen tussen de serieuzere webwinkels steeds kleiner worden. Kortom, er is gewoon sprake van hele goede prijsconcurrentie. Dat betekent dus ook dat de relevantie van prijsvergelijkers niet meer zo gek groot is, want ja, ze houden elkaar allemaal. De verschillen onderling zijn nog maar heel erg klein. Dus, uiteindelijk gaat het gewoon om die totale klantreis. Gewoon. Dat is nog een tweede dingetje. Ja. En sowieso moet je dat bij Coolblue kopen, dus waarom heb je dan een prijsgelijk nodig? Dat lijkt me een hele mooie laatste statement. Dat je het gewoon sowieso bij Coolblue moet kopen. En dan willen we je volgens mij, tenzij jij nog iets kwijt wil aan onze kijkers, dankjewel. Ontzettend bedanken. Doeg, bye.